Onze snuip stond van de beste bot. Hede maar die snoren snut. Wat vindt er nou weer uit? Omdat er een zielwedstrijd houden we Sil, maakt de professor zelfs een zielboord. Maar als er derde wedstrijd maar winnen, Sil? Mooi, mooi. Wat een boordje. Boordje varen. Ken ik wel. Laf jij je en zoek zwaarder wing. Pom, pom, pom. Zo er hut, Sil, wolle. Als er nou geen winnen is die het in het tafelkleed blaast. Wat dan? Ja, dan krijg ik de prijs net. Wacht, je. Ik zie mijn eigen winkelmaatje. Haastig klimt er het boordje uit. Hij docht een oude kist te iepen en kraait erin. Ja. Daar had er het al. Zijn eigen winmachine. Het ding is roen en draait heel hard. En waar je dat het docht? De professor waait haast op. Het tafelkleed onder peel staat strak. Het boordje stoot de kiemen terug. Gauw docht de professor het blaasding uit. Ik bouw de wienmachine onder in het boord en dan ben ik klaar. Wat zal het morgen het zielen? De eerste prijs is voor professor Snoot van de beste boord. Ja, zo klinkt het. Dat is wes. Romke de Mol is mazel betiet wekker. Hij had nou al pien in de mollebuk. Misschien is de professor het wel vergeten. En dan hoef ik net niet zo'n raar wiebelboordje. Hij gaat lekker op het dek zitten met zijn krantje. Esa. In één, je hebt Robben. Joehoe, Romke! Hey, Romke, een beste kleer voor. Hoe een kwartierke begint de wedstrijd. Stap maar gauw in, hè. Van schrik liet Romke de krant in het wetter waaien. De professor is het net vergeten. Zijn eigen worden zijn groot als theepantjes. Daar dreut de professor in een tobbe. En is dat net vetje haar tafelkleed? En wat docht die stipkebroek in de meest? Romke maat wel mee. Hij stapt in de uitvinding van de professor. Hij houdt hem heel stief vast, doch de egel dicht. De boordjes skommelen het gevaarlijk in en weg. Mooi, hè? Dan zielen ze naar de stad. De lees al een hele protte zielboordjes klaar. In een jet Romke. Het schot komt uit een pistool. De boordjes zielen voort. Sturen, Romke, sturen. Rug vooruit. En dan loek ik de touwen strak. Sturen, bij mij, professor. Ik stuur geen sturen. Stuur maar de breerplank, Romke. Achter die stuur. Romke begreep er net volle van. Hij neemt de breerplanken en houdt die stief vast. En wij moeten er nog heen. Recht vooruit, toe. Op het wetter dreunen grote oranje ballonnen. De orenzielboordjes varen daaromheen. Nou, die komt dan maar uit. Romke loekt hut aan het roer. De professor valt haast in het weg. Hey, hij kan hem al krak vast houden aan de peel van het droegmoeie. De oren komt uit, Romke. Net zo wild. We zien haast het rijt in. Ik kan net zien, professor. En ik zie het echt net goed. Ik wil eruit. Lokkig is de professor direct nog. Die kan hem krak bij het zwemvest pakken. Je bloed al zag. Het boordje zielt verder. Die kant uit. Ze varen hier al achterom. Zo winnen ze nooit een prijs. En de wien wil ik net meer blazen. Het tafelkleed van vetje Vieter hing het zo slop als een dweil aan een meest. De professor zucht het. In hier denkt er ons zijn wienmachine. Wij moet je zelf wel wien, Romke. Nou, dat liet me net je verstand. Nee, houd dat even ver. Ja, zit hem net doorheen. Nee. De professor drukt op het knopje van de wienmachine. Die begint te blazen. Te blazen? Het tafelkleed van vetje Vieter komt vol wien te staan. Het squat haast. Hup, één bordje voorbij. En nog hier. En nog hier. Het geert prachtig. Alle orenzielen zetten grutte egen op. Ja, helpjes maar zien. Hoe kan dat nou? Er is haast geen wien. En toch kan de professor heel hut zielen. De wienmachine maakt het nog meer wien.
Hij maakt het zuiver een storm. Het bootje hing het heel door skeer. Ik ken het de hut, professor. Wij kennen de hut. Zet dat ding uit. Ik ben bang. Oh, net zeuren, Rokke. Net zeuren. Het gaat prachtig. We lezen voor. Wij willen de eerste plek. Nog 10 meter, dan binnen ze bij de finish. Dan gaan ze woem. Vaar nou, mijn boosje. Er vriest allemaal heen. Maar wat is dat? Wat is dat? De wiemachine begint te brommen. Te razen. En het reert en niet. Er komt reek uit. Professor. Hij brandt een kot in het top. De boot is lek. Dat is net de bedoeling. Het wetter streemt erin. Romke doekt het wetter in. De professor houdt hem stief vast aan de mens. Die steekt nog krekboppen wetter uit. En een eindje verder drilt Fetsje haar tafelkleed. Intrek een spijtsluit. S-O-S. Lokken willen ze opwisken terug een orenbol. Dipperjend zei de professor. Er is vast wat. Mensen. Asso!